President Desi Bouterse is vandaag voor de vierde dag in het binnenland. Met een team van ministers doet het staatshoofd de door water getroffen gebieden aan. Hoewel de gezondheidssituatie nog in kaart moet worden gebracht, is de situatie in de getroffen gebieden onder controle. Het volgende verslag is van het kabinet van de president. President Desiree Dalano Bouterse is met een sterke delegatie afgereisd richting de getroffen gebieden in het oosten van Suriname. Hij is zich persoonlijk aan het oriënteren voor wat betreft de opgelopen schade en noden van de lokale bevolking aldaar. In de Wikisapsa, dan begin je te bende. En Gralanti foto, ano, and the foto say one. Am luku, ala presi pe chinfende. Di afolek, pot milek president, one piece front word today. We begrijpen wel dat, ano, ala day ikan make den so trip this may. And mi sabi dati, seker in a Benelant, serif in foto, smaitaki yongo, Pres don baka bijna anderhalf jaar, toch unesje eten, maar je begrijpt dat de noot in dat konden biggie. En Paramaribo is zo'n ding. Unes tak serefi over boven Suriname, of we tak komen bijna Saramaka, Nikeri. Maar we begrijpen dat na Walibisman om na Wanschinomo in de mijne alla presi. Maar ik denk dat de moment die die zie, lekker voor jou zo na biggie stong. Ik druk een waardering uit zijn regering en een lobby zijn regering en GM people. Een verslag van de persdienst van het kabinet van de president. President Bouterse is aan het hoofd van een regeringsdelegatie in het oostelijk deel van het binnenland dat getroffen is door een overstroming.